Die ben ik. Mijn naam is Cor. Cor Leon. En ik ben business consultant. En wat ik dus doe, ik geef mensen een beetje advies over hoe ze hun zaken moeten runnen. En dat advies kost natuurlijk geld. Een beetje vervoer zou wel handig zijn. Nou, die is dicht. Nee, die is ook dicht. Geef mij eens even jouw auto. Tyfus. Oké, dat werkt niet. Kan ik anders geen taxi bellen of zo? Kut. Aan de kant. Contacten, geen contacten. Bellen, taxiservice, tuurlijk niet. Voer een nummer in, sticker in. Hallo meneer. Hallo. Wat heb ik misdaan, meneer de agent? Ik kreeg voertuigdiefstalmeldingen, dus ik kwam even pols ook gaan nemen. Dus dan denk je gelijk, zo'n man met een pak en grijs haar, die ga ik aanspreken. Nou ja, weet je, ik zag u hier zo'n beetje staan, een beetje op je telefoon, dus ik dacht... Kijk nou eens even om je heen, hè? Ik zie daar een vrouw lopen, kontje. Ik zie daar een man, telefoon achter me, hè? Zag je hem? Hè? Had de telefoon, hè? En twee andere knapen komen nu deze kant op. En dan ga je mij aantikken vanwege autodiefstal. Ik zie hier geen auto die gestolen is, hoor. Nee, poging tot. Ja, poging tot, maar reet, weet je. Ik zie ook helemaal geen snap je? En dan wens ik nog een fijne dag. Ja, van hetzelfde, pik. Zo'n smerige golf die altijd achter me rijdt. Oh, is meneer de politieagent. Die rijdt eigenaardig langzaam. Nee, niks aan de hand. Zo. Is dit wel een golf? Is dit jouw auto? Ja, dat is mijn auto. Lekker autootje, pik. Wat is dit, een polootje, golf? Waar hebben we het over? Het is een polootje. Polootje. Lekker man. Ja, ik heb hem net gekocht. Net? Met geld? Ja, met geld ga ik vanuit? Ja, dat klopt. Kijk, ik ben wel zo'n voorstander van geld. Hè? Snap je? Ja, ja. Vraag je. Misschien bot, hè? Hoe kom je aan het geld? Ja. Gewerkt, hè? Maar... Ja. En wat voor werk doe je, hè? Ja, dat dacht ik dat ging. Ik werk als slager, maar. Ja, er is meer natuurlijk. Hoe doe je dat met bijvoorbeeld van die organisaties zoals PETA? Nee, dat ken ik niet, man. Die ken je niet? Oh, die komen vroeg of laat toch even lekker achter je aan, joh. Oh ja, maar ik denk dat ik wel weet waarover je het hebt. Okay, maar en, ik heb nog niet echt in aanraking met ze gekomen. Oké. En stel, hè? Kijk, ik ben een business consultant. Ik zoek natuurlijk een beetje klanten werven, moet ik natuurlijk. Want mensen hebben advies nodig over centen. Ja. Waar zijn de meeste mensen? De meeste mensen zijn hier verderop bij het Blokkenpark. Of, er zijn criminele organisaties die zijn... ergens bij de drugsplaatsen. Ja, nee, maar daar gaan we het niet hard op over hebben, hè. Kijk, dat is onder de tafel spul. Ja, dat klopt. Ah, nee, oké. Okay. Zo zie je daar iemand met die Porsche. Ja, die heeft zeker ook met een wietje of is dat ook zo'n slager, ja, hè? Knipoog, hè? Nee, zeker geen slager dan. Oké. Nou, dan ga ik even bij dat blokpark kijken of daar iemand is die wat centen wil verdienen. Ja, dat is hier verderop, maar... Ik was er net langs gereden en ik zag niemand, maar meestal is daar wel het meeste aantal personen aanwezig. Nou, ik ga eens even gluren, hè. Ja, je zo, hè. Yo, succes, man. Kijk, mensen moeten natuurlijk wat centen verdienen en eigenlijk wilde ik even dat autootje van hem pakken, dus erg ongelukkig.
eens even kijken. Wat een gelul hier. Kan ik geen 112 bellen voor dit geneuzel? Oh, kijk, er ging al een agent. Ja joh, tuurlijk. 112, waar heb je hem als je hem nodig hebt? 112, god gloeiende. Ah, hier. Politie. Send message. Nee, ik wil je bellen. Auditieve smartphones. Ambulance, politie. Wat is dit nou weer? Zeg, pas je op. Die bumper kost nog minder dan mijn schoenen, joh. Ja, die bumper ligt laag op de grond, man. Ja, dat is een laag dingetje. Maar, hey, dat mag gezegd worden. Is wel gewoon een lekker autootje, toch? Zeker, zeker. Zeg, vraagie, hoe kom jij hier? Niet doorvertellen, hoor. Niet doorvertellen, hoor. Maar ik heb hem gestolen. Shit. Ze worden uitgedeeld ergens rondom. Gratis auto, zeg je? Ja. Wil je een hebben? Wat heb je hiervoor gedaan? Niks. Die stond gewoon langs de weg. Dat is de tweede al die ik tegenkom. Oké. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk te geloven. Dus waarom zou ik de politie nu eigenlijk niet moeten bellen? Het is eigenlijk gewoon een glas uit de crimineel voor mijn neus. Stapt u maar in, dan kunt u het zien. Ja, dikke doei en dan neem je zeker mee in een steegje en dan moet ik opeens met mijn billen bloot. Ja, nee, ik ken alweer die verhalen. Nee. Oké, wacht. Ik laat hem hier staan. Past u op mijn auto? Ja hoor, ja. Oké, ben zo terug. Ja, wat een gozer is dat, joh. Nee, ik geloof er niks van. Is nu mijn auto. Wat een lul. Gelijk. Hey, geniet ervan, man. Hey, doe je. Kut. Blijven. Wat? Staan blijven. Waarom? Staan blijven. Hoezo? Wie ben jij nou weer? Kijk, deze auto heb ik ook gevonden. Oh, vervloekt. Kijk nou. Oké, wacht. Moet die hebben? Die ziet er ook wel heel leuk uit. Waar vis je die dingen vandaan, joh? Achter de bank. De bank? Ja. Oké, laat jij mij eens even naar die achter de bank toe. En dan gaan we even kijken of er nog wat leuks tussen zit. Oké. Wat een lul. En je moet wel in je spiegels kijken, want anders blijft er niks van over, hè? Oh, ja, dan gaat dat ding ook nog zitten piepen. Wat is dit nou voor crackding? Ja, kan ik jongen... ik heb helemaal geen EHBO gestudeerd. Leef je nog? Oh, het gaat wel. Oh ja, het gaat wel. Ik ga wel bij jou erin. Oh. Ja, dat loopt niet soepel, pik. Nee, zo mijn knie, jongen. Oh. Hey, doe je wel even je gordel om, anders hebben we die straks ook weer te hengsten, hè? Ja, dat is een hele goeie, dankjewel. Oké, wijs mij eens even naar die ene bank toe. Want kijk, weet je, ik ben nieuw in dit stadje. Ik denk, ik wil hier even een ondernemingje opzetten, et cetera. Dus bankie, rechts, links, rechtdoor, zeg het eens. Over 100 meter, rechtdoor. Over 100 meter, rechts afslaan. Kijk, dat is werk wat voor jou is weggelegd. Zo'n rally... 100 meter, links afslaan. Zo'n rally, fuck, bedoelde je dit? Kijk, hier links staat je parkeerplaats, hè? Hier links bij het hek. Hier staat er altijd eentje. Op dit moment niet. Maar... Dan als u even naar de car die er wil rijden. Oké. Is dat richting die ambulance? Ja, richting gewoon de TomTom volgen. Over 100 meter rechts afslaan. Over 100 meter rechts afslaan. Kijk, en dan hierachter staat er ook altijd eentje. En je moet eventjes geduld hebben. Totdat auto's gewoon zeggen, hey, wil jij me opkomen halen? En jij voelt je er goed bij. Ja, mooi hè.
Ja, jij denkt niet van, goh, zal ik eens even gewoon geld op een andere manier verdienen? In plaats van andermans... Nee, joh. Ik weet niet hoe ik... even kijken, politie, godverdomme. Waar, hoe heet jij? Kom jij eens hier? God, gloeiende, hoe heet die? Tyfuslaaier, man, dus god. Kom jij eens even hier? Schurk! Ja, dan ga je straks de auto... Nee, opkutten! Nee, dan gaan we dus gewoon even niet doen, hè? Ah. Vieze crimineel. Nee, godver... Opkutten, crimineel! Opkutten! Beetje hier, met je stinkauto. Oké, hoe politie? Eens even kijken. Politie. Groene Porsche 911. Kenteken onbekend. Gestolen. Naam van persoon onbekend. Ah, dat zal hem leren, Klojo. Ja, jij en de witte bus die moet ik even hebben. De stuurauto weer gevonden, zie ik. Is dit nou weer? Ja, mooi zo. Ja, hij was net gestolen. Meneer met rasta haar. Had hij ook een groen petje of niet? Nee, hij had niks op. Niks. Niet echt iets bijzonders. Oké, nou als we hem een stuk tegenkomen, dan zullen we hem aanhouden. Ja, is helemaal goed. Maar fijn dat hij weer terug is. Hey, fijne dag, hè? Nee, wacht, meneer agent. Hey, luister, mijn naam is Cor. Oh. Er was hier net een grapgozer met groene Porsche 911. Had ik even een aanvaring mee. Ja. Hij zei tegen mij, die Porsche is gestolen. Liet mezelf zien waar dat allemaal gebeurde. Ik weet niet of je er wat mee kan. Maar ik zou je ogen uithouden voor een Porsche 911. Groen, een beetje groen-blauwig. En die is gestolen. Oké, dus een Porsche 911. En dan groen. En die is hier gestolen, of... Ja, even kijken, hij zei achter de bank vandaan, maar uiteindelijk reden we hier naartoe om even autootjes te kijken, snap je? God, dit is hem! Jou herken ik uit duizenden! Pak hem! Meneer, staan blijven! Vuile, vieze takkenboef, hè? Meneer, staan blijven. Zo, meneer, heeft hij een auto gestolen? Hey. Oh. Ook nog de autoriteiten duwen. Jij durft wel, hè? Ik heb helemaal niks gestolen. Nou, meneer daar zegt van wel. Ja, die meneer die zijn bril was vergeten. Ik heb helemaal geen bril nodig, joh. Mijn ogen zijn perfect. Moet jij je zien, jongen. Moet jij je zien. Nee, nu moet je even heel gauw je ratten op aan mijn gauw. Meneer, handen omhoog, nu! Meneer, staan blijven, handen omhoog! U ook staan blijven, handen omhoog! Ja, tuurlijk, geef mij maar weer een schuld! Meneer... Tegen de muur, meneer! Collega heeft er niks mee te maken. Godverdomme. Oké, meneer, Dobber. U bent aangehouden. Ik ga u nu boeien. Even daar staan blijven, meneer. Tot de zaak onder controle is. Ja, het was al onder controle. Ik heb alleen een knoeperd gekregen van die klojo. Ja, hij heeft er niks mee te maken, collega. Goed meneer, mag ik in ieder geval uw ID-kaart even eens zien? Uiteraard. We moeten hem even zoeken hoor. Ja, dat is geen probleem. Fuck you, man! Okay. Zit het kudding ook alweer? Alsjeblieft, jongen. Ja, dank u wel, Cor. Geen probleem. Kunt u mij vertellen wat er zojuist gebeurd is? Nou, dat zal ik eens haar fijn vertellen. Mag ik toevallig even je naam weten? Het is voor een gesprek wat handiger. Zegt u? Maar zou ik jouw naam even mogen weten? Gewoon voor een gesprekkie. Ja, u kunt mij Charles noemen. Oké, dankjewel Charles. Luister, die gozer die hier net was, geen idee wat zijn naam is. Kijk, ik was een beetje aan het rondsnoepen. Kwam hem tegen en zegt tegen mij, kijk, ik heb deze auto gestolen. Ik ben geïnteresseerd en ik krijg uiteindelijk te zien waar hij dat gedaan heeft. Ze blijkt dus achter de bank te zijn.
Toen zat hij ook van, nou, weet je, als je dan hier bent, kan je ook gewoon naar de autodealer gaan, zus en zo. Maar toen begon het rechtvaardige in mij, kwam naar voren. En ik zat van, nou, weet je, jij hebt al deze auto's gestolen, hier voel ik me niet fijn bij. Dus ik belde politie. Nou, en toen begon hij weg te rennen en te doen. En toen gaf ik nog een paar rotschoppen op die groene Porsche 911 van hem. Nou, toen was hij nergens meer te bekennen. Helder, helder. Maar zoals u aangeeft, meneer... Haal die rattenkop hier vandaan, die hoef ik niet meer te zien. Rustig, rustig, meneer. Maar u gaf aan dat meneer vaker voertuigen probeert te stelen achter de bank? Nou, hij heeft er twee laten zien waarvan ik weet dat hij die gejat heeft. Help, ik kan even zien. Oké, en weet u ook welke bank dat is, meneer? Ja, god, ik ben net nieuw in kan deze stad, weet ik veel. De bank ik in het midden bij het park, weet ik veel. Ja, bank bij Blokkenpark. Ik kan nog niks zien. Oké, nou, ik heb het in ieder geval genoteerd. Ik blijf staan. Heeft u uw ID-kaart weer terug? Ja, dankjewel. Ik heb toch als u onverhoopt weer dergelijke zaken zo vol mocht doen, kunt u altijd contact opnemen met de politie. Kijk, dan wens ik u nog een fijne dag. Hij van hetzelfde grap. Dank u wel. Haal die gauze gauw weg voordat ik hem een klap verkoop, hè. Meneer. Kom nou, jongen. Die meneer achter mij, die heeft dus een groene Porsche 911 gestolen, volgens u. Ja, correct. Oké, en... Even kijken. Ja, ook nog zo'n andere, maar weet je, dat merk ken ik niet. Het is zo'n groen gelige was het, met strepen. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja, tuurlijk weet je het niet, hè. Goed, collega, ik ga me in ieder geval even in de bus zetten om de zaak in ieder geval niet te laten escaleren. Ja, is goed. Neem me maar mee naar het bureau. Meneer, dan wens ik nog een fijne dag en bedankt. Collega, voor, bedankt kijk, voor uw inzet. Ja, geen probleem, joh. Hey, ik bel je weer, gozer. Kom goed. Later. Is dat wat de politie zegt tegenwoordig? Gewoon, later. Geef eens even hier. Kom op, tiefslayer. Op kutten. Mijn auto. Nou. Mijn lever. Ah joh. Stop. Op kutten. Klojo. Politie. Nee. Ja, kijk. Hoppakee. Dus ik probeer gewoon even een beetje fundament te creëren om fucking onderneming te starten hier. We hier nou weer visser, oliewerker, houthakker, mijnwerker, kleermaker. Wat? Mijnwerker, houthakker. Ik heb een nieuwe baan, godverdomme. Dat ging snel. Wat moet ik doen? Nee, dat is allemaal niet van mij. Sorry. Hey, goedendag. Goedendag. Hey, kom je ook solliciteren? Nou, weet je, ik keek ernaar en toen besloot ik, dat is niet voor mij. Dus ik heb er vanaf gezien. Hé, hey, dat is niet jouw roeping, waar kon je uit kiezen? Nou, kijk, weet je, er staat er tussen visser, houthakker, mijnwerker. Ik zit verdikken, maar ik ben een business consultant, joh, en er staat dit er. Oh, ja, nee, dat moet je niet hier zijn. Ik, weet je, het zit zo, ik heb zelf een uitkering. En ik moet 3 keer per week solliciteren, anders wordt hij afgekapt. Dus ik moet hier wel heen. Het is ook niks voor mij hoor, ik ben zelf werkloos. Maar toch even op papier, hè, dat je hier komt. Ja, kijk, dat snap ik wel, weet je. Maar, weet je, kijk. Oh, dit is eigenlijk wel een hele mooie. Wat is jouw naam? Mag ik jouw naam weten? Mijn naam? Jawel, mijn naam is Piet Sloot. Lekker Piet. S-L-O-O-T. Ja, kijk, ja, ik weet hoe je Sloot schrijft. Oké, Piet. Wil jij wat centen verdienen? Ja, ik heb €50 per, wat is het, per week. Dus ja, dus dat zou kunnen, graag. Oké, luister. Ik ga jou wat advies geven, maar hè, dan moet ik even voorop zeggen. Dat advies is niet gratis, hè? En hoe duur is dat advies? Nou, het ligt eraan hoeveel advies je nodig hebt natuurlijk. Kijk, als jij meer advies nodig hebt om iets op te zetten, dan kost dat meer. Ja. Oké, ik ben zelf redelijk krap bij kas, dus ik weet niet over welke bedrag je spreekt.
Ja, weet je, kijk, per advies laten we dan zo'n 100 eurotjes hanteren. Is dat oké? Oh, oké, nou, dat kan er net vanaf, maar dan wil ik maar één advies. Nou, weet je, kijk, geef ik je een pakketdeal, want ik beschouw je nu al als een vriend van me, hè, pakketdealtje. Ik geef één advies en dan krijg je er één gratis bij. Oké, dat klinkt goed. En hoe duur is dat dan? Ja, dan is het nog steeds die 100 euro. Piet, kom op, even rekenen. Oh, oké. Okay. Oké, okay, luister. Mijn eerste advies, dat is gratis advies, hè. Werk een beetje, werk een beetje aan je uiterlijk, weet je. Mensen verwachten een goede eerste indruk. En dan kom jij aan, snorretje, bakkenbaarden, weet je. We leven niet meer in de 80 jaren. Wat? Wat is nou tegen mij? Hoezo zie ik er niet normaal uit? Nou, je ziet er hartstikke normaal uit. Ben je helemaal besodemieterd? Nou, dan moet je niet zo gaan doen. Ik geef je gewoon een beetje gratis advies. Oh, dat is gratis. Nou, weet je, ik betaal niet meer. Ik hoef die andere advies ook niet. Gooi die pakketdeal maar uit het raam. Achterlijk gedoe. Nou, maar Piet, kom op. Ik moet het aan mijn uiterlijk doen. Piet, dan moet je niet zo gaan doen. Dat is gewoon advies. Nou, hé, wat een fijn advies, joh. Dan kan je niet tegen kritiek of zo. Nee, daar kan ik niet tegen. Nou, ik word er heel naar van. Nou, zal ik je eens nog wat vertellen? Die ene, wat is het? Die pauperbak die er staat. Stik er lekker dan maar in, oh, hè? Mijn pauperbak. Nou ga je te ver. Ik voel dit als een persoonlijke bedreiging. Ik ga de politie bellen. Denk je nou echt dat stand houdt in een rechtszaak, joh? Kan me niet schelen. Ik ga de politie bellen. Oké, en als ik nu wegga, wat dan? Dan voer ik een burgerarrest uit. En als je dan weggaat, ga ik je aangeven. Nou, hier heb je wat om aan te geven. Ja! Jezus! Beetje gekloot, joh. Lul. Geen eens wat advies willen aannemen. Hé, hey, je bent nog niet van me af! Nee, tuurlijk niet. Lul. Wilt niks aan zijn uiterlijk doen, voelt zich te goed, bla bla bla. Ja, stik er dan maar in, hè. Ja, daar gaat hij. Zijn pauper Mercedes. Nee, ik zit daarentegen ook in een pauperbak, want dit ding rinkelt en de kinkelt als het maar kan. Wat? Zie je die tweet? Zien jullie die tweet? Godverdomme, waar is mijn Twitter heen? God. Hoe open ik die kut Twitter? Al zien een man met grijs haar in een zwart pak. Shit, wat stond er nou? Een man ziet met grijs haar in een zwart pak. Hij staat aangegeven bij de politie. Piet is een leugenaar. Kut, nu weet hij ook mijn naam. Kut, dat had ik niet moeten doen. Waar ben je? Ik zal je pakken. Tweeten in rijen is eigenlijk ook weer niet handig. Stik erin, Piet. Ja, kom, mijn police, zeggen mij advocaat. Mahmoud hier, wacht. Okay. Mahmoud staat bij politiekantoor. Ja, hallo, ik zoek een mammoetvisser. Mammoet? Hallo? Oké. Hé, hey, meneer, uw auto wordt gestolen volgens mij. Ja, godverdomme. Een cabrio? Ja. Nou, nu sta ik helemaal met mijn bek vol tanden. Voor het politiebureau nog wel. Was jij net in vermomming of zo? Ik ben nu even anders, ik kan heel snel omkleden. En dat blijkt. Hé, hey, maar je staat hier wel heel leuk niks te doen, maar moet je niet eens even achter die boef aan? Nou ja, als jij denkt, weet jij wie het is? Ja, ik kom letterlijk net buiten lopen. Jij gaf de melding aan mij dat het gejat werd. Ja, ik weet niet wie ingestapt is, maar wat voor auto was het dan? Want ik zag iemand wegreed. Ik dacht dat het jouw auto was, omdat jij hier aan kwam rijden. Maar ik weet niet zeker of er een cliënt op min is, omdat je op een advocaat lijkt, maar...
Ja, nee, ik moest hier voor een of andere mammut visser komen. Kom ik binnen? Is hij er niet? Ga ik weer weg? Wordt mijn auto gejat? Dus, wat is het? Lichtgrijs, blauwe cabrio? Merk, weet ik veel. En van een pauper ding, joh. Er zit een rinkeltje in. Als, daar komt hij weer, daar komt hij weer! Meneer, politieagent. Even blijven staan. Even tussendoor. Mag even uitstappen. Is wat staat meneer, die guy luid? Meneer. Ja, schiet hem neer dan of iets. Doe iets. Wat is hier aan de hand? Ja, mijn auto is gejat en die agent die doet niks. Ja, ik loop naar binnen. Ik wil aangifte doen. Eigenlijk om precies dezelfde reden. Want mijn andere auto is ook gestolen. Alleen ik zie helemaal geen agenten in het politiebureau. En nou nee. Is die andere er ook al vandoor. Dus nou kan ik geen aangifte doen. Ja, helemaal kut dit. Ja, dan gaat hij ermee. God, gloeiende. En nou, maar hoe is dit gesprek afgesloten dan? Hij gaat er gewoon vandoor. Ja, hij gaat nu achter die boef aan. Ik denk dat hij mijn auto weer gaat confisceren of iets. Of weet ik veel wat hij gaat doen. Dan zul je hem hebben. En? Hé, hey, meneer, als je even instapt, dan breng ik u naar uw auto. Ho. Waar zijn uw collega's? Ik wil ook graag aangifte doen. Mijn collega's die zijn binnen, als het goed is. Ja, dat zijn ze dus niet. Oké, wacht even. Ik ga ze even oproepen. Oké, dankjewel. We gaan er vandoor. Mijn collega komt eraan, meneer. Oké, succes. Hey, vraag, dat weet jij misschien toevallig. Een mammut visser, zit die hier binnen of niet? Volgens mij wel. En hoe kan ik bij hem komen? Want hij stuurt een tweetje. Dat vind ik al eigenaardig genoeg. Dat als hij in een politiebureau zit en even lekker zit te tweeten. Wacht even, er staat hier meteen ANWB. Een auto is ook stuk namelijk. Wacht even. Meneer de ANWB. Ja, wat is er? Kunt u mij misschien even volgen naar een auto? Ja, is goed. Oké, mooi. Oh, hij wordt al gerepareerd door deze man. Het is een bekende bij ons. Hé, Piet, wat ben je aan het doen? Nee, nee, niet hij nu, hè? Oh, jongens, rustig. Hoi! Hou hem aan, hij heeft me op mijn bek geslagen. Dat heb ik helemaal niet. Echt? Nou, helemaal niet. Bij het arbeidsbureau. Maar waar... Arbeidsbureau. Waar haal je dit überhaupt vandaan? Ja. En waarom sta je überhaupt met je bakken zonder een motorkap? Ik wil hem van de weg halen, maar hij reed niet meer. Hey, maar dat is toch helemaal niet jouw taak? Ik weet dat je werkloos bent en misschien je verveelt, maar dan hoef je niet je bakkes erin te steken, meneer de AWB hier. Nou, hij stond hier verlaten op de weg. Ik denk, misschien kan ik hem verkopen. Welke gek laat nou zijn auto midden op de weg staan? Ja, dat was mijn auto die gejat was, dus dan ga jij een gestolen auto nog een keer stelen. Hey, nou, politie, je hoort het. Even rustig, hij heeft de auto gestolen. Rustig. Nee, rustig, dat zei ik helemaal niet. Rustig. We gaan de ANWB even dit laten oplossen. Dus, ik weet niet wie deze man is. Meneer, wie bent u? Mag even weggaan. Dank u wel. Meneer. Oké. Maar meneer de ANWB, kunt u misschien uw werk gaan doen bij deze auto ja, dan? Ja, Piet, move. Kom op, geef even ruimte voor die man. Oké. Hé, maar ik wil er niks mee te maken hebben. Ik heb aangifte gedaan aan die man met een grijze koppie. Gooi hem in de zeil. Waarom? Nou, omdat hij me op mijn bek heeft geslagen. Ja, oké, maar daar heb ik te weinig bewijs voor. Niet alweer, dat was me hier vandaag ook al gebeurd. Ja, maar dan moet u dat vastleggen op via telefoon of zo, maar heb ik. Ook hij hoekte me, dat kan ik toch niet zo snel vastleggen? Ja. ANWB rekenen de kosten maar op mij. Ja, is goed. Hé, jij moet op je tellen passen, jij. Nou, moet je niet zo gaan doen, hè? Want je beschuldigt me hier gewoon van dingen die ik niet gedaan heb, hè? Tegenover de politie erbij. Ja, politie erbij. Ja. Zo wat? Ik heb recht aan de kant, want... Je hebt wel geluk, ik heb je €350 betaald. Je auto is weer gerepareerd, dus je zal eventueel weer verder kunnen rijden.
Ja, ik moet toch maar eens even naar de verzekering kijken. Als het hier al ligt. Als elke andere klooi om in de pauper rijdt, ja, daar heb ik er niks aan. Ja, dat klopt. Nog. Ik ga verder met mijn dienst. Ja, oh, dankjewel. Nou, ik hoop dat je auto het begeeft onderweg. Nou, dan moet je niet zo gaan doen. Kijk, dan wenst hij me ook nog slechte dingen toe. Nou, even rustig aan. Ga je hem nog opsluiten of niet? Nee, we gaan niet zomaar iemand opsluiten, dat kan niet, Piet. Nou, weet je wat, ik probeer wel camerabeelden bij de informatie. Ja, dag, over Piet. Arbeidsbronnen boven de toon. Ja, is goed. Ja. Goedemorgen, meneer. Goeiedag. Waarom staat u hier zo midden op de parkeerplaats? Nou, ik was nog even tot rust aan het komen. Mijn auto was net gejat, die heb ik net weer terug. En dan wil zojuist even het politiebureau ingaan. Jouw auto is net gejat? Ja, die was net gejat, maar een of andere politieagent heeft me geholpen. ANWB-knaapje heeft hem weer opgelapt en daardoor ben ik hier. Oké. Okay. Nou, als ik anders heb ik de keel in elkaar staan. Ja, als ik hem kan vinden. Precies. Als je hem vindt, bel me maar, dan knal me wel aan elkaar. Ik zie je later misschien nog wel. Ja, je zegt wel heel leuk, bellen we elkaar. Geef je nummer anders dan even, hè? Oh, pot 403 zou ik even doen. Hoe heet je? Oh god, mijn nummer is niet 1 en 2. Ik heet Niels, noem me maar Niels. Oké, Niels. Die kuttelefoon, hoe werkt dat nou, godverdomme? Yeah, die staat erin. Top, kijk, als er iets gebeurt, Niels, okay. dan bel ik je. Goed, ik ben je backup dan wel, hoor. Jo, is goed, joh. Wie de fuck was dit? God. Wie staat daar achter? Nou, weer dan. De pot, vriend. Je hoeft niet zo toe te doen met het auto van, joh. Kom dan. Ja, kut. Ik moest Mammoet nog. Tim, ik ga. Ja, ik ga weer. Mammoet! Is er een Mammoet aanwezig? Ja, ik ben. Ik ben Mammoet. Ik wil even deze man van me afhalen, want. Ik ben Mammoet. Ja, jij tweette mij. Oh, jij, waarom wat is er aan de hand? We hebben een melding ontvangen. Collega, kom, wij gaan aan de andere kant. Dit was uw advocaat? Ja, dit was, maar is nu goed geregeld. Ik ga met hem praten. Ik wens u nog een fijne dag, Mahmoud. Ja, dankjewel. Ik hoop dat je werk vindt, Mahmoud. Dankjewel, ik ga zoeken. Ja, wat is het nou? Is het nou Mahmoud of is het Mahmoud? Want er staat toch echt duidelijk een H in je naam? Ja, is wat jij wil. Kijk, Mahmoud is Mahmoud, maar als jij vindt ik heb grote slurven aan de voorkant, jij kan zeggen Mahmoud is voor mij geen probleem. Oké, luister, mami, ga even lekker zitten. Wat is dit auto, joh? Waar heb jij gekocht? Is gestolen. Is helemaal niet gestolen, waarom okay, kom je daar nou bij, joh? Doe wel even je gordel om, als je wil. Meneer, oh shit, wegwezen, weg. Wegwezen, dit is Daan, hij... Wegwezen. Dit is Daan. Wegwezen, snel. Hij gaat anders met je. Ja, wegwezen. Het is toch echt rood licht, hoor? Nee, snel. Ja, kan iemand me even helpen om deze man van me af te halen? Ja, bek ouwe, klootzak. Wegwezen, snel. Oké, luister, mami. Jij zegt, ik ben een advocaat. Ik ben helemaal geen advocaat, dus ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Ik ben een business consultant. Weet je wat het is? Business consultant, al die dingen, is... Slaat nergens op. Jij houdt dus wiet, dus jij kan wiet wat zijn wat jij wil. Als jij wil zijn astronaut, jij wordt astronaut, ja? Als jij wil dokter, jij wordt dokter. Dus jij niet zo zeggen tegen mij, alsjeblieft. Als ik zeg jij bent advocaat, jij komt naar de police en jij zegt jij bent advocaat. Nee, dan moet je... Nee, nu ga jij mij dingen aan zitten praten. Dat is ook weer niet de bedoeling, hè? Kijk, ik ben een adviseur. Ik geef advies over hoe jij je zaakjes moet regelen. Wil jij dat? Ja, klootzak, als ik zeg ik wil advies, want jij moet mij uit het politiebureau halen, wat is dat? Nou, nu ga je me ook nog klootzak noemen. Nu moet je even oppassen met het snorrige taalgebruik van je. Godverdomme, blijf zitten, ik ga tanken. Oké, Cor, luister even, hè. Kijk, ik bedoel normaal. Klootzak, ik zeg tegen vrienden ook. Ik zeg tegen vrienden, familie, ik zeg zelfs tegen mijn eigen vrouw. Is je vrouw een klootzak? En ik heb 9 vrouwen. Dus ik zeg klotjak 1, klotjak 2, klotjak 3, klotjak 4, klotjak 5, klotjak 6, klotjak 7, klotjak 8. En de laatste ik noem koetwijf. Oké, nou dat is heel leuk voor je vrouwen. Ga zitten, kom op. Je tijd is geld, jongen, kom op.
Oké, kom, wij gaan. Maar ik ga van jou leren, hè. Ik wil ook businessman zijn. Ik wil ook zo'n mooie auto. Doe wel even je gordel om, kom op. Mijn tyfusbumper is eraf gegaan. Heb jij dat zitten doen? Kijk, altijd in deze maatschappij, iedereen wijst naar man met de snor. Maar ik heb wel een neef, hij kan wel maken een bumper voor jou, kost €500. €500 voor een bumper, kom op man. Mijn auto was net helemaal in de prak, ANWB had dat gefixt, €350. En de politie had er zelfs nog volgeschoten. Dan ga jij mij zo zitten naaien. Kijk, ik let wel op, Mammoet. Jij moet mij niet naaien, hè. Kijk, als jij wilt dat ik jou ga helpen, moet jij niet zo gaan doen. Oké, maar luister, hè. Ik zie al, jij bent slimme man. Wij geven jou vriendenprijs, normaal €500. Wij geven jou vriendenprijs, want jij mij helpt. Voor jou is €600. Jij krijgt inclusief geur. De dennenboom. Jij kan hangen in een auto. Dus €100 voor een dennenboom? Nee, niet €100 voor dennenboom. Is dat een of andere mythische tyfus dennenboom? Met van die regenbooggeur en van die eenhoorn shit erin. Je zit me op te lichten, Mammoet. Kom op nou. Oké, luister. Waarom jij weet Mammoet gebruikt dennenboom? Vrouw van Mammoet is klootzak nummer 6. Zij stinkt een beetje van onderen. Dus ik zeg, ik leg eerst de Mammoet. Ik hang voor haar. Dan ruik ik niet zo naar vies. Dus jij misschien ook. Ik weet niet, jij hebt misschien ook 5 of 6 vrouw. Jij hebt mooie auto. Vrouw houdt van mooie auto. Nee, luister. Laten we het even niet over vrouwen gaan hebben. Want dan blijft het lijstje doorgaan. Luister. Kijk. Jij hebt advies nodig over je zaken. Ik kan dat geven. Dat advies, dat kost geld. Heb jij geld? Ik heb geld, maar hoeveel geld jij praat? Kijk. Mammoet heeft geld. Ik sprak eerder een Piet en dan gaf ik eigenlijk als een business deal aan hem, weet je. Zo'n vriendenprijs dingetje van 1 plus 1 gratis, zeg maar. Dus dat is €100 voor een adviesje, krijg je er 1 gratis bij. Ja, maar wat is je advies? Als je advies is hoe jij versieren vrouw, ik hoef niet. Ik heb 9 vrouwen. Welke functie? Nee, je moet eens een keer luisteren naar me. Kijk, het is advies hoe jij je zaakjes moet regelen op businessvlak. Om meer munten, centen, flappen, guldens, knaken, dat te kunnen verdienen. Oké. Mammoet weet goede deal. Jij niet 1 prijs €100, maar ik krijg 2 voor €100. 2. 2 type. Ja, dat is letterlijk wat ik net zei. Oké, maar dan eigenlijk normaal is 1 type €100. Ik krijg 2 type van jou voor €100. Ik wil graag 1 type van €100 niet. Dus ik krijg alleen die ene gratis type. Dus jij mij gratis type geven. Nee, dat is niet hoe het werkt. Godverdomme, Mammoet. Ik probeer je gewoon even wat advies te geven. En je probeert me gewoon op alle fronten gewoon uit mijn zakken te kloppen. Oké, dus €50 type? Luister, Mammoet, ik zet hem even aan de kant. Geef even het stinknummertje van je. Oké, wacht, ik geef. Ik moet even kijken. Als ik in mijn telefoon zit, mijn mond niet werkt, hè. Dus, en jou ook niet. Dus ik zeg rustig mijn nummer. Godverdomme, joh. Wat gebeurt hier, joh? Wat gebeurt hier, joh? Hey! Ik moet uit. Wat hey, klootzak. Fuck, denk je wel dat jij dat doet met, joh? Ik krijg een whiplash door je nonsens hier. Ik sta toch duidelijk aan de kant met je half geschoren kutkop. Hey, klootzak, sorry, wat doe jij, man? Ik zat op mijn telefoon. Ja, en er nog één erachteraan. Wat? Jij klinkt als jonge Turk. Wat doe jij, man? Jij bent kleine dunner mens, hè, klootzak. Wegwees hier, hè. Wegwees hier of ik bel jouw vader, hè. Ik bel Hassan, hij komt hier, hij geeft jou klap met riem. Klootzak, wegwezen, nu. Hoe laat je niet meer zien. Met auto rijden? Ik kom mijn telefoon. Ja, jij ziet er weg, hè? Ja, jij ineens daar stilstaan. Wat ziek er aan? Au, kut, sorry, ik schoot uit. Laat eens Sjolesek niet in mijn auto gaan. Wie jij noemt mijn Sjolesek? Hé, ik heb Turkse vrienden, hè? Wie jij noemt mijn zonen van deze? Ja, oké, dat mag. 1-1, dat mocht. Kom. Kom, klootzak, hè? Jij gaat mijn vrienden slaan? Hij geeft mij gratis type, hè? Jij weg nu. Ja, wat jij doen? Snel, Cor, wij moeten weg. Snel. Ja, mijn hele auto's naar de get van god, gloeiende touwtiefers. Doe wel even je gordel om, wil je? Ja, snel wegwezen hier. Ja, dit ding is niet meer vooruit te branden. Ja, godver.
Ja, hij is... Kom, ga naar de weg, joh. Ja, hij is tot los, pik. Oké, okay, wij rennen, snel. Kom. Kom even met je lichaam deze kant op. Maar ik jou hier stiep geven? Ja, kom even hier. Kom hier, kom hier. Hé, hey, laat ons met rust, joh. Ga eens weg, joh. Optieven met wij je zijn geen, bak. Ga weg, hè, klootzak. Hey, laat ons met rust. Anders ik bel de politie op jou. Bel maar, bel maar, bel maar. Jij hebt mijn auto kapot gemaakt, Laan. Schik dit niet. Kom joh, Cor, wij gaan weg. Jij ziet er niet, Lan. Cor, kom. Kijk, ik ga jou wat leren, hè? Ja, wat wil jij mij aanleren? Denk je dat ik niet al genoek dingen heb aangeleerd? Jij even bek houden, Cor, oké? Okay? Ik ben jouw bullshit even zat, hè? Ja, ik snap, jij bent wit, jij bent blank, jij hebt hogere prioriteit in de maatschappij, maar nu even luisteren naar mij, oké? Okay? Oh ja, tuurlijk, huidskleur heeft ermee te maken, tuurlijk, hè? Kijk dan verdomme mijn schoenen, hè? 1000 euro per stuk, grap. Ik schijt op jouw schoenen, hè? Wat is dat? Ik heb die in Marokko gezien op markt, is 5 euro. En voor mijn neef is 7,50, maar geen probleem. Mag ik nu even uitpraten, alsjeblieft? Oké, okay, ja, bedankt. Bek houden. Ik geef jou nu één tip. Eén tip is... Jij, in een straatgevecht, niet zo pushy zijn, hè? Je moet in één klap geven. Als jij terugkomt, hij komt niet voor jou terug om met jouw moeder te praten, vader, nee. Hij komt terug om jou te slaan. Dus vanaf nu, hij komt er terug, wat doe jij? Terugslaan. Perfect. Ja, jij hebt het nu geleerd, dus nu wil ik graag één tip gratis, dankjewel. Ja, kijk, oké, daar kom ik wel aan, weet je. Maar ik ben geen vechter wat dat betreft. Dat laat ik andere mensen voor me doen, weet je. Ik ben een zakenman. Maar luister, jij krijgt een tip van mij. Nee, wacht even. Ik weet nu goede deal, hè. Mahmoud is op zoek naar werk. Ik vanaf nu ben jouw bodyguard. Oké, nou dat vind ik prima. Ik pak mijn telefoon even bij. We zouden nog even nummers noteren. Dan krijg je van mij daarna een tippie. Oké, ik ga doen. Oké. Wacht even. Mijn nummer is... 06. 3x6. Nog een keer 6. 6x6. Ja, je zit met de pols zitten. Mahmoud, maak grapje, ik geef nu echt. Ja, ik ben al zo infantiel met die klote telefoon, dan ga je hem ook nog mee zitten dollen. Ga je mijn nummer geven of niet? Ja, Mahmoud, maak grapje. Soms is het leuk in het leven. Nee, dat is gelul. Tijd is geld, weet je. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Tijd is geld, okay, klootzak. Geef dan maar. Ik ga hem nu invoeren. Geef een moment. Oké, is goed. Is nummer is 0672. Is 49. Is 1-4. 55. Dus ik herhaal, is 0-6. Je gaat veel zo snel voor mijn infantiele vingers. Wacht even. Even 0-6, okay, langzaam. Oké, ik zeg heel langzaam voor jouw hele oude oren. Is 0-6. 7. 2. 4. 9. 1. 4. Is 5. En nog één keer 5. Jij oude klootzak, heb jij nu? Of moet ik nog langzamer doen? Ik ga bijna terug de tijd in. Wat jij wil. Ik heb je een berichtje gestuurd, pik. Ik ga even kijken. Oh, dankjewel. Ik ga even opslaan. Oké, dan krijg je tegelijkertijd ook even die tip van mij te horen, terwijl jij op je telefoon zit te kutten. Luister. Wacht, voeg jou toe? Ik kan alleen bericht zien. Jij moet even jouw nummer ook aan mij geven, alsjeblieft. God gloeiende. Ik zie, jij kan niet doen. Oké, komt hier. Pak hem er even bij. Oké. Oké, ik heb Cor Loon geschreven. Ja, mijn naam is Cor Leon. En mijn nummer is 06.
8-1. Hé, hey, Klotjak, ouwe Klotjak. Jij kan gewoon snel zeggen, hey, ik ben niet zoals jou. Jij leeft nog in middeleeuwen. Nee, luister, ik doe het zeg gewoon even gewoon duidelijk helemaal. Voordat het weer fout gaat. Is duidelijk, is altijd duidelijk voor Mahmoud. Jij gewoon snel zeggen. Oké, okay, moet ik het snel zeggen? Niet, ja, zeg maar. Ik heb geschreven, naam is Corloen. Oké, okay, 0681997680. Hé, heb je dat, hè, lul? Ja, tuurlijk, ik heb 0681997680, jij oude klootzak. Jij kan niet eens jouw ballen scheren, jij komt zo doen tegen mij, maar ik heb gewoon opgeschreven. Je verbaast me met de minuut, Mahmoud. Kijk, nu, jij ziet hè, Mahmoud is snel. Ja, of ik ben gewoon traag, weet je. Kijk, ik word ook alweer een dagje ouder. Ja, geen probleem. Daarom, wij vullen elkaar aan, hè. Kijk, wij zijn spiegelbeurt. Ik ben arm. Ik zie mooi uit. En ik ben snel. Jij bent rijk. Jij bent lelijk. En jij bent slom. Is geen probleem. Kom. Oké. Ik moet even eten. Ja, ik lust inmiddels ook wel wat. Kom, wij gaan eten scoren. Maar Corloen, wat jij doet hier in deze stad? Ik zie jij eerst voor het hier. Ja, kijk, weet je, ik ben een beetje een cityhopper wat dat betreft. Hè. Ik ga van hot naar her. Ik zat hiervoor in Utrecht. Ik zat daarvoor in Amsterdam. Nu leek me deze stad eigenlijk wel een... Wat wacht je nou? Kom op, even een beetje ballen. Ja, pas op, hè, hier. Ah nee, daar heb je helemaal shit. Het is groen! Ja, Piet, sorry, Piet. Piet, sorry, deze man is oud. Zijn gehoorapparaat was niet in. Oké, luister. Corloen, jij moet oppassen, hè. Jij moet oppassen. Als jij nu rolde met Mahmoud, jouw rang is klein beetje naar beneden. Hoezo mijn rang is naar beneden? Er is helemaal geen rang hier van te pas. Ja, maar Corloen, jij moet goed opletten, hè. Kijk, jij nu met mij gaan en mensen kijken naar jou anders. Is ja, gewoon normaal. Oké, luister. Wil je mijn verhaal nog horen of niet? Ja, zeg maar. Maar jij niet meer zomaar oversteken, alsjeblieft. Oké, nou, dan ga ik niet zomaar meer oversteken. Dan kunnen we het gewoon weer even over hebben. Ik kom in deze stad. Ja, jij houdt wel... Je onderbreekt mij elke keer. Dan ga ik toch ook gewoon niet het erover hebben. Ja, doe maar. Ga weg met je oranje auto. Ik zie het alweer wat jullie van plan zijn. Viespeuken, weg. Hey, God. Ja, ga weg, hè. Nee, ik wil niks van je hebben. Ik wil je horloges niet. Ik wil je wietjes niet. Hey, luister, ik ben niet jouw vader, hè? Ga weg, wezen klootzak. Wij zijn hier gewoon lustig aan het lopen. Je bent gelukkig niet mijn vader, nee, maar ik ben niet jouw vader. Kan jij stop met praten als ik zit te praten? Ja, bek houden, hè, klootzak. Ik ben niet jouw vader, maar ik ben gisteren wel bij jouw moeder geweest, hè, klootzak. Kom, wij gaan weg. Verdomme. Wegwezen. Hij neemt rustig aan. Rustig aan. Hou het rustig. Ja, oh shit, wat is dit, joh? Wat is dit, joh? Niels. Octo is ook hierin. Octo is ook in de stad. Hou het rustig. Wie is dit, SpongeBob? Octo gaat zo meteen je hele teringkop kapot slaan, ja? Niels. Ja, ga maar slaan. Ga maar slaan. Doe maar eens. Niels, heb je je pilletje gehad? Ja, doe maar eens. Wil jij eens? Kom maar. Niels, wat zit je nou eens om te doen? Ik heb jou net voor het politiebureau heb ik ontmoet. Dan ga je een beetje zaken doen. Dan ga je zo kut zitten doen. Ja. Daarom wou ik jou even spreken. Ik had het over werk klaarmaken. Nou, ik doe niet zo'n hele zware werk, om eerlijk te zijn. Deze kerel hier achter me, niet hem, niet die Turk, maar deze. Die Turk, wat zeg jij Turk? Ik ben Marokkaan, hè, Klootzak. Jij ziet eruit als, wat is dat, wasbier? Ja, nou, ik ben Nederlands. Deze kerel doet wat. Ja, je bent Nederlands, hou je bek, hè, Klootzak, nee. Laten we zeggen, iemand wil... jij stotteren, hè, Kutwijk? Jou vermoorden, maar jij zou hem willen vermoorden, dan zou je naar hem toe kunnen gaan, zeg maar. Want ik doe dat soort shit niet. Als je iets nodig hebt, dus, kom naar me toe. Jij vermoordt mensen? Hij is ik kan een beetje... alles regelen. Alles? Oké, okay, jij vermoordt mensen? Ik lust wel een broodje en wat water. Ik ga mij doodlachen, jij snapt? Ja, wij gaan eten. Broodje en water? Nou, de god dat... Nou, ik heb dat toevallig bij me. Oh, ja, daar heb ik ook wat van bij me. Nee, kom, wij gaan zelf maar kopen. Maar goed, ik praat niet over die domme shit, snap je? Kijk, dat zijn lekker broodjes, daar hou ik van. Nou, geef me ook brood. Nou, welke mensen heb jij mij geleid, Niels? Ze willen een fucking broodje.
Ja, kom joh, nou, dit is niet goed. Kom, Corlien. Niels, ik neem weer contact met je op als ik nodig heb. Oké, is goed. Corlien, rustig aan. Wacht even. Ja, ik verwarde mezelf met andere groenlichten. Ja, Corlien, jij moet oppassen. Jij gaat met verkeerde mensen om. Ik kom net in deze stad. Wat, weet je, ik moet eerst iemand gewoon nog een beetje leren kennen voordat ik kan oordelen. Jij gaat op met Mahmoud en Mahmoud geeft jou alles. Maar ik dacht, jij gaat mij typie geven. Ja, weet je, ik word 100 keer onderbroken voordat ik uiteindelijk eraan toe kom, weet je. Dus denk je dat we nu tijd hebben, weet je? Jij gaat me niet meer onderbreken? Je mag me niet onderbreken, maar iedereen komt ons onderbreken. Dus ik zeg maar. Oké, jij wilt een tipje hebben? Er komt een tipje, hè? Kom maar. Kijk, wil jij... Dan moet altijd open. ...snel geld verdienen? Dan kan je in die troep zoals een drugs en een... kom op, lopen. In een drugs, LSD, cocaïne, kan je in die troep aan de gang gaan, weet je, als je snel wilt. Als jij op lange termijn wilt, ja, en gewoon lekker grijs wil worden, met een penthousie, zwembadje en nog een lekker poedeltje erbij, dan moet jij gaan investeren. Investeren doe je investeren in winkels. Oké. Okay. Wat, ik heb mijn oom heeft Marokkaanse markt. Goedendag, meneer. Oh, natuurlijk. Ja, flikker nou even op, joh. Even blijven staan, meneer. Even. Ja, kijk, zie jij, hè? Corlun, jij ziet, hè? Wat wij doen. Ja, ik kijk toe. Kijk, okay. ik ben je advocaat, hè? Geen zorgen. Oké, okay, meneer. Ja, zeg maar. Heren. Zeg maar dan. We hebben net een melding gekregen van achter bij het politiebureau. Er is een meneer doodgeslagen. Of bewusteloos geslagen. Het slachtoffer zei tegen de politie, dus tegen ons, van ja, het was een man in een vuilnishesje. Ik ben niet. En een man in een zwart pak. En eentje noemde de ander Cor. En heet er hier toevallig iemand Cor? Nee. Nee. Mijn naam is Koos. En zijn naam is Bert. Zou je die ID's dan even mogen zien? Nee. Ik heb thuis vergeten. Nee, want ik snap niet waarom ik ben staande gehouden. Dus als je wetboek artikel nummer 655, dan jij kan mij niet mijn rijbewijs vragen, alsjeblieft. Je werd staande gehouden omdat er mogelijk een moord gepleegd zou worden. Goedemiddag. Daan, luister hè. Luister even, Daan. Luister, hé. Jij zou ook even een vraag mogen stellen. Elke keer ik loop op straat. Wacht, wij moeten even hier, want ik kan jou niet horen. Kan ik even hier een vraag aan jou stellen? Ja, zeg maar, jongen. Daan, even luisteren, hè. Kijk. Ja, waarom jij mij altijd staande houdt? Waarom? Ik loop rond, jij houdt mij staande. Ik ren, jij houdt mij staande. Ik ga winkelen, jij houdt mij staande. Waarom? 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 Jij bent misschien verliefd op mij. Jij kan ook gewoon zeggen. Zeg maar. Meneer agent, heeft u toevallig iets tegen mijn cliënt? Het is natuurlijk niet toegepast, hè. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Nee, oké. Ja, ik vind niet normaal. Kijk, mag ik uitleggen waarom die... Waarom Dan, ja, kijk. Kijk, Daan, jij mag uitleggen. Ik wil gewoon naar een toekomst waarin wij samen kunnen leven in deze wereld. Alsjeblieft. Ik ben vriendelijk nu. Ja, dat weet ik. Dat snap ik. Je bent ook vriendelijk. Iedereen is vriendelijk. Jouw stem is een klein beetje zacht. Kan jij iets harder praten, alsjeblieft? En daar krijgen wij een melding van. Oké, Daan, ik ga jou eerlijk zeggen. Dat het onze schuld is. Je moet verder graven. Jullie voldoen aan het signalement. Oké, wij gaan eerlijk zijn, Cor. Soms is goed om eerlijk... Nee, wacht even. Soms is goed om eerlijk zijn, hè. Ik ga eerlijk zeggen. Ik heb geslagen, klopt. Ik heb geslagen, weet je waarom? Deze meneer, hij rijdt ons aan. Hij had mij bijna doodgereden. Dus Cor, hij heeft pijn in zijn nek. Cor, laat zien wat jij in je nek hebt. Ja, nee, ik heb er een whiplash aan overgehouden. Kijk, als je even goed kijkt, dan zie je zo'n rode stream zie je zitten. Ja. Wij stonden gewoon aan de zijkant van de weg geparkeerd. Even op onze telefoon iets geregeld, weet je, zoals het hoort, aan de zijkant van de weg. En zo klooi ook. Fucking parkeert hem gewoon even in onze achterbumper. Ja, weet je, daar krijg je whiplashies van. Spreek ik hem erop aan, gaat hij opeens met de vuisten zwaaien. Ja, dat sla je terug. Ja, dus ik heb al 50 jaar in metaalbewerking gewerkt en mijn vuist is gewoon hard. Dus ik geef hem een kleine klap. Ik geef klap ook soms aan mijn vrouw. Mijn vrouw is goed getraind. Zij niet KO.
Maar deze meneer was in één keer bewusteloos. Ja, sorry. Sorry. Mm-hmm. Ik maak soms fout. En u is sloeg omdat u hem aangereden hebt, toch? Ik heb het mag zien dan. Ja, jij mag zien. Maar ons aangereden, nou, hij had ons aangereden. Wij stonden aan de kant van de weg. Wij deden niks. Mm-hmm. Hier is mijn idee. Ik ga even controleren. Bent u al naar het ziekenhuis geweest, meneer? Nou ja, weet je, daar waren we nog op weg. Ik was even met Mammoet hier aan, aan het lopen. En ja, daar komen we uiteindelijk wel. Ik heb nog geen taxi gezien, weet je. Dus dat zit er ook niet in. Ja, nee, achter u, als je Marco, achter u kijkt, is dat een ambulance. Dus ik kan even vragen. Ja, kan wel. Maar Cor, ik ben ook fysiotherapeut geweest. Dus jij kan, als jij jouw vinger uitsteekt met B, jij kan met C, kan jij deze beweging maken. Is goed voor jouw nek. Ja, weet je, het is mij aangeleerd om niet te wijzen van mijn ouders, weet je. Dat, die zijn echt van de oude garde en dat ga ik dan ook niet doen. Ik weet niet hoe je moet wijzen. Hij zei B, maar dat werkt niet. Het werkt niet. Je hebt je identiteitskaart terug. Dankjewel. Oh, het werkte wel. We weinig informatie hebben wat er nou echt precies gebeurd is. We hebben het niet eens kunnen zien. Kunnen we nu ook niks doen. Oké, ik vind het mooi. Dankjewel. Dan, ik vind dit mooi samenwerken. Ik zie jou andere keer, ja? Misschien morgen als jij mij weer ziet. Ja, kom maar even knuffelen dan. Ja, is goed. Mag ik ook? En ik zeg jou eerlijk, als ik geen vrouw had, ik had misschien wel met jou date gedaan, ja? Maar sorry. Oké. Jij ook knuffelen, kom maar. Dat gaat me net iets te veel, dus ik ga er vandoor. Kom maar. Oké, dankjewel. Fijne dag, heren. Yo, fijne dag. Ja, dankjewel. Cor, ik moet jou iets zeggen. Prullenbak. Mammoet, doe jij dat vaker, knuffelen met de politie? Cor, mijn wereld is anders dan jouw wereld. In mijn wereld, ik moet knuffelen met iedereen. Je ziet. Wij lopen hier, zij komen. Ik kan niks aan doen. Dus ik moet tevreden houden. Ja, maar heb jij zo'n aantrekkingskracht of zoiets? Wat flik jij elke keer dat die Daan op jou afkomt? Ik weet niet, hè. Ik weet niet, maar soms ik weet het niet. Cordoen, klotjak. Ja, waar blijf je nou? Jij hoorde mij? Hoor je mij ook? Waar jij bent? Ja, ik hoor jou. Hoe is het met jouw nek? Ze hebben me een zalfie gegeven. Ik hoor jou niet. Oké, ze hebben me een zalfie gegeven. Een zalf? Hoe? Ja, een zalfvaccin. Het helpt voor geen reet, joh, dus ik moet iets anders vinden. Oké, mooi. Waar ben jij? Ik sta voor de noodingang. De wat ingang? Noodingang, weet je? Emergency, snap je? Oh ja, ik snap. Is ingang waar jij walnoot kan kopen? Ja, wat jij wil. Walnoot, cashewnoot. Heb jij vervoer of niet? Ja, ik zoek jou. Wacht even. Ik sta op de hoek van de straat. Ja, Mammoet rent. Oh, ik zie jou. Ik zie jou, joh. Kijk, Mammoet rent een beetje raar alsof hij een kont is genomen, maar ik kom. Kom maar. Hallo, Mammoet is hier. Cor, Klotja, kom even knuffelen. Ja, maar wat is dit nou? Ik dacht dat je vervoer had. Ik heb vervoer. Ik ben op mijn benefiets. Ja, dat vind ik dan weer eigenlijk heel jammer dit, hè? Oké, wat gaan wij doen? Kijk, ik zie daar een mooi autootje staan. Kunnen we daar niet iets mee? Kom, wij gaan kijken. Ik moet wel zeggen, ik zag bij de noodingang hier zag ik wel een politiebusje staan. Dus het moet niet al te luidruchtig zijn. Nee, kom goed. Jij vertrouwen op Mammoet, hè? Maar wanneer krijg ik mijn salaris van jou? Ik werk al een maand voor jou. Weet je, zolang jij niet ingeschreven staat, werk jij helemaal niet voor mij. Maar dan wil ik eigenlijk ook niet zo houden. Kijk, weet je, onder de tafel werk, prima. Hou ik wel van. Jij krijgt binnen. Oké, jij krijgt binnen voorschot. Nee, wat nou wil je voorschot? Je hebt nog geen reet gedaan. Ik heb geen reet gedaan, ja, klotjak. Ik heb mensen voor jou in elkaar geslagen. Hoe zeg jij zeggen dit? Jij doet mij niet respect. Oké, wat moet je hebben? Respect.
Ik wil $1500. Ja, nee, dat zit is te veel. Je krijgt 250 van me. Oké, vriendenprijs is 300. 250 of niks? 256. 250. 251, anders jij mij niet respecteert alsjeblieft. Dus okay, ik ben 251. Oké, 251. Hè? 251. 50 cent. Nee, nee, nee. We gaan niet in centen handelen. Centen handelen is kut. Okay, dat is moet goed. Je ook van me leren. Kijk, je moet gewoon goed afronden. Geen centenwerk. Centen gooi je weg. Dat stop je in een bakkie, werk je niet mee. Oké, is goed. Ja, geef hem maar mee. 200. Klotjak, tijd is geld, dit is sneller. Ja, je hebt het al. Jij hebt mij geleerd. Ja, jij hebt mij geleerd. Ja, ik ben nee, dat heb leerling, jij goed hè? Geleerd. Dat heb jij goed geleerd. Ga jij eens even vogelen met die auto, want lopen heb ik een hekel aan. Ja. Ja, ik snelle leerling, hè. Ik ging van groep 1 op de basisschool, ging ik in één keer naar groep 8. Dat was vorig jaar. Nou, dat vind ik heel knap van je. Maak die auto eens open. Oké, ik probeer, wacht. Wacht even, pas op, is politie. We moeten even niks doen. Wat een lul, rijdt die... Dat is die Daan, hè? Dat is die Daan. Oké, okay, misschien is het een idee dat we het niet hier gaan doen. Ik zie er daar aan de overkant zie ik er nog eentje. Daar ook. Oké, okay, kom. Jij... Ja, even kijken, goed, links, rechts. Kom maar, snel. Het is geen oversteekpunt, dit. Als jij goed kijkt, is altijd oversteekpunt. Hij laat zijn deur nog openstaan ook. Wilt hij ons in de val lokken of zo? Kom maar, ik heb één. Ik heb al lang niet gereden, dus we moeten even rustig aan. Ja, anders wil Hoe ik wel rijden. Hoe ga ik naar achter? God. Hoe ga ik naar achter? Oké, okay, dan moet je... Zet jij even... Die poke moet je goed doen. En dan moet je hem in stand S zetten. Ja. Zo, wacht. S. S! Oh, shit. Oh, shit. Ik dacht S is voor... Oké, okay. Ja, ik heb... Goed. Oh, waar is er een? Stop! Mammoet, heb jij überhaupt je rijbewijs wel? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet. Ik ben nu een theorie doen. Oké, okay, laat mij anders dan rijden. Stop, S. Nee, wat doe je? Stop, alsjeblieft. Help! Het gaat goed. Jij, doe jouw gordel om, alsjeblieft. Ja, die is om. Ik wil er nog één. Ik wil 3 gordels. Ik voel me hier heel ongemakkelijk bij, Mammoet. Is politie, ja, wij moeten weg. Bekkouw, hè? Wij moeten snel weg. Maar moet, mag het gaat ik, goed, het mag gaat... ik oh. alsjeblieft rijden? Wacht even, ik ben aan het leren. Is versnelling. Jij moet stil zijn even, hè? Maar moet even focus. Oké, okay, wij gaan nu rustig aan optrekken, hè? Ik zet versnelling in S. Nee, wij S is achteruit. Sorry, wij zetten in F. Nee, W. V is vooruit. Stand okay, W. Oké, ik heb gezet. Is groen? Okay, ja, is groen. Nee. Oh, shit. Is verkeerd, wacht even. Is hij weer oranje. Nu is hij rood, nu moet je stoppen. Ja. Oh, oké, even wachten, hè. Ik had nou echt niet van mijn leven verwacht dat ik een rijinstructeur zou worden. Had je niet beter gewoon eerst je rijwijs kunnen halen voordat we dit opeens zouden oefenen? Wacht even. Hey, nou. Jij moet even... Ja, nu heb ik weer een whiplash. Wat een lul. Ik denk Veesnaar is kapot van deze auto. Ja, er zal ongetwijfeld wat mis mee zijn. Oké, wij gaan. Oké, waar gaan wij? Ja, weet ik veel. Ik dacht dat jij een plan had. Wil je anders wat munten verdienen? Ja, laten wij geld. Kijk, want als je business wil starten,
heb je startkapitaal nodig, ja? Aangezien we eigenlijk niet echt aan de bak kunnen, te veel mensen kennen ons. Ideetje, als wij nou gewoon handelaartjes zullen worden, weet je? Je gaat naar in, je gaat eruit en voor de rest, don't shoot the messenger idee, snap je? Ik snap wat wij doen. Oh, sorry. Oké, en dat zou je kunnen doen met allerlei instanties. Zij het een wietje, zij het een cocaïnetje, zij het een LSD'tje. Pas op voor die scooter, voor the love of God. Ik denk wij beginnen eerst met Marokkaans hashish. Wat is dat? Is Marokkaans hashish. Ik denk ik ken iemand. Wacht even, ik ga even kijken. Maar is wel ver. Ja, ik ben even probleem. Kijken op de landkaart. Ik weet niet. Ik dacht hij is hier, maar is niet hier. Hoor jij mij? Ja, ik hoor je. Anders kijk ik wel even, focus jij anders even op het rijden. Oké. Goed. Auto is kapot. Godverdomme. Wacht, wat gebeurt er, joh? Ik kan niet rijden meer. Laat mij eens proberen. Ik probeer even te maken, wacht even. Ja, oh, jezus! Shit. Sorry. Al gaan we zo doen. Kijk, hier los je die relatie niet mee op, hè? Doe mij een hengst te geven. Ga in die passagiersstoel zitten, ik ga het wel even proberen. Godverdomme, zomaar even een map verkopen, joh. Ik denk auto is kapot. Ja, hij is helemaal stuk. Die klojo die er net achterin heeft gereden, heeft het kapot gemaakt. Godver. Kom, ik weet iets anders. Kom. Map hem. Ja, bijna. Het niet werkt. Stap in. Hij werkt weer. Hoe heb jij dit gedaan? Dat doet er even niet toe. Ik zet ook gelijk even de GPS. Oké, doe maar. Ja, klootzak, jij nooit delen, hè, wat jij leert. Hey, luister, dat is zo'n geavanceerde slash repareren functie. Kijk, het gaat niet snel, maar we gaan wel, hè. Ik zie iets mooi. Jij bent goed, mooi. Kijk, waar gaan we heen? Allemaal kosten besparen, hè. Kijk, wij gaan even naar het noorden toe. In het noorden zit een veld. In het veld groeien plantjes. Die plantjes gaan wij verkopen. Oké, jij luister, hè. Jij doet niet te goed. Waarom jij denkt man moet niet werken? Omdat hij heeft 9 vrouw. Ik heb 7. Is elke dag. Jij weet wel wat. En die andere 2 is werken voor mij. Dus misschien jij moet ook zoiets. Ik kan jou helpen. Oké. Okay. Wil jij? Nee. Ja, klootzak, dan niet, joh. Ik koop jouw ballen rot af. Luister, Mammoet. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd om deze zaken met jou te bespreken. Ik wil het eigenlijk alleen met jou hebben over munten. En hoe we zoveel mogelijk kunnen verdienen. Ik probeer hier met jouw vrienden te worden, maar jij wil het niet. Waarom? Nou, het gaat helemaal niet... Kijk, zakenpartners, vrienden... Kijk, dat mixt niet. Dat gaat niet goed samen. Want op een gegeven moment... Die klootzak rijdt nog een dier om hem ook, joh. Als wij een goede relatie gaan krijgen... Dat gaat fout. Moeten we niet willen. Ik zie anders, maar is goed. Jij wil zakelijk, is zakelijk. Schoon ik zakelijk. Antwoord alleen nu met ja, nee. Oké, okay, wat jij wil. Nee. Heb je er zin in? Nee. Stap maar uit dan. Nee. Ja, daar heb ik eigenlijk niks op terug te zeggen, nee. Nee. Oké, klootzak, ik kan niet volhouden. Nee. Nee, ja, nu niet zo doen, hè? Ja. Oké,
maar moeten daar echt jij even... Ja, prima. Ik ben je vriend wel. Luister, we moeten echt even onder wagen. Jij bent Mammoet vriend? Mammoet, dan moet je het niet gaan pushen. Ik ben heel blij, joh. Nee, nou moet je oppassen. Al ga jij dit pushen, weet je, dan kap ik hem gauw weer af. Wacht, ik bel mijn vrouw, ik heb nieuwe vriend. Jij vanavond bij ons eten, wacht even. Fatima! Jij vanavond tajin kip maken? Korloen is bij ons eten vandaag. Tas in kip? Nee, je moet helemaal geen tas in een kip doen. Ja, bekau, hè, Klotjak. Dat is Marokkaans mooie gerecht. Wat jij eet elke dag is stampot. Wat is dat? Is lijkt net kots van de koe. Dus jij wil zeggen dat jij je plastic tas van de Albert Heijn in een kip doet en dat eet je dan op? Jij bent echt een koetwijf. Jij ziet vanavond wel, ja? Maar wij zijn hier? Ja. Dit is het adresje. Oké, is goed. Kom maar uit. Kunnen we anders dit wagentje niet pakken of zo? Want dit is echt een kudding wat we nu hebben. Ja, wij pakken zo meteen. Wat is hier? Oh, ik zie daar iemand anders. Wat is hier? Hey, jongens. Wij komen ook plukken. Is dit Marokkaans ijsjes? Ja, dit zou als het goed is wel het juiste spul moeten zijn. Sorry? Dit zou het juiste spul moeten zijn. Ik probeer te bakken. Ik ben bakken. Ik ben bezig. Blijf plukken. Je moet goede aantallen pakken. Wat gebeurt met mijn hoofd, joh? Mijn snor is aan de andere kant. Je hebt toch niet even zo'n plantje zitten kauwen, hè? Oeh, Mammoet is niet goed. Sorry. Mammoet, wat doe jij nou weer? Sorry, ik ben even niet te goed geworden. Wacht even. Ik zit 1 seconde op te letten op die auto die hem ergens in een boom parkeert. Dan ga jij over je nek heen. Ik heb per ongeluk op jouw rechterschoen gekotst. Wacht even. Godverdomme, dan doe je dat ook nog! Ja, ik heb hele grote spijt. Haal het even met een van die kutplantjes van mijn schoen af of zo. Kom op, even. Jezus, godverdomme. Ja, wacht, ik probeer. Wacht even. Ah, shit. Nee. Nokken nou. Nu ga je die andere schoen ook door. Oké, het is binnen. Ik ben goed. Kan jij niet tegen deze geur of zo? Jezus, vent. Ja, ik ben niet goed, maar ik denk wij hebben genoeg. Waar zie ik? Ik zie niet in mijn zak. Ik heb nu 45 van die troepjes in mijn zak zitten. Wat nou als ik dat aan jou geef? En dan ga jij even zoeken aan iemand waaraan je het kwijt kan. En dan? Hoe ik zoek? Ja, weet ik veel. Wees creatief. Oh, dus jij gebruikt mij als loblong, hè, Klootzak? Waarom ik niet aan jou geef en jij je zoek? Jij hebt gewoon die auto, ik blijf hier, ik pluk meer, zodat we gelijk voor een tweede run kunnen gaan. Zodat er in ieder geval vraag en aanbod gewoon in continue cirkel blijft gaan, toch? Oké, maar ik moet even kijken op de landkaart. Ik weet niet, ik ben bang. Misschien ik doe fout. Ik ga even kijken. Luister, je kan er gewoon een GPS invullen. Zit gewoon in die auto. Dat werkt prima. Ik ben kijken, wacht even. Ik zie niet. Oh, ik zie. Oké, ik heb mijn aandeel heb ik aan jou gegeven. Ik stel ik voor. Ik ga heen. Oké, jij gaat dat doen. Uiteindelijk splitten we de winst 50-50, ja? Ja, is goed. Ik ga nu even rijden, ja? Ik kom. Ja, is goed. Ik ga verder aan de slag en daarna ga ik denk ook tukken. Het wordt ook alweer laat, weet je.